woord, want twee hoofden weten meer dan één. Dat is waar, hè, Frans? Ik denk het niet. Met zoveel goede raad is er een oplossing voor elk probleem. Voilà, c'est ça. Victor, wat is er? Jij? Ja, jij? Ik ben... Jij bent Victor? Maar nee, Kaatje, ik ben mijn... Jij bent jou. Kaatje, ik ben mijn lievelingspotloodje kwijt. Is het dat maar? Maar Kaatje, dat is wel mijn lievelingspotlood, hè? Overdrijvertje? Dat is toch niet zo erg? Je mag mijn potloden lenen. Leuk, Kaatje, maar dat is toch niet hetzelfde? Ik wil mijn potloodje terug. Victor, het is maar een potlood, hoor. Ja, zeg, ik mag toch verdrietig zijn om wat ik wil, zeker? Ik was al eens verdrietig toen iemand mij had gebokst en toen was ik op de grond gevallen. Ik ben al eens verdrietig geweest omdat mijn vriendinnetjes niet met mij wouden spelen. Als iemand mij pijn doet en iemand mij van mij is afpakt, dan ben ik soms eens verdrietig. Ik ben verdrietig geweest omdat ik mijn lekkertje kwijt was en daar roze was. Zie je wel? Ja. Misschien heb je wel gelijk, Victor. Wij gaan jouw lievelingspotlood zoeken. Hup, hup. Kom, hup, hup. Hup, hup. Potloodje. Kom eens tevoorschijn. Potloodje. Kom. Want zoals jij is er maar één. Toch, Victor? Victor? Wat? Er is er toch maar één zoals jouw lievelingspotlood, toch? Want als wij dat kwijt zijn, dan ben jij voor altijd jouw lievelingspotlood kwijt. Dan ga je dat nooit meer terugkrijgen. Toch? Mijn lievelingspotlood! Ja! Tijd om er een kameraadje bij te halen. Hallo, wie ben jij? Ik ben Hanna. Dag Hanna. Kan jij Victor helpen? Ja, want ik ben soms ook al eens verdrietig geweest. Ben jij ook al eens verdrietig geweest omdat jij jouw lievelingspotloodje kwijt was? Nee, maar wel omdat een vriendinnetje was veranderd van school. Ah ja, dat is ook heel vervelend. Ja, maar ik weet wel hoe dat je minder verdrietig wordt. Maar hoe kan verdriet nu minder worden? Oh, Victor, ik weet hoe ik jou kan helpen. Ik ga een goede mop vertellen. Oké. Heb jij al eens walvis gegeten? Nee. Is lekker, hoor. Wel veel. Oei, nee. Beter een gat in mijn broek dan een broek in mijn... Ik weet niet. Laat maar. We kijken verder. Hè? Kom hier. Dan wil je spulletjes even wegzetten. Oei. Die ziet er niet gelukkig uit. Nee. En schatteke, hoe is het op school geweest? Het was de ergste dag van mijn leven. Oh, de ergste dag van uw leven? Hoe kan dat nu? Och, arme zeg. Vertel het eens. Kom het eens vertellen aan papa en aan Beer. Ik mis Naila. Hoe gemist Naila? Was hij dan niet op school? Nee, die is verhuisd naar een andere school. Verhuisd naar een andere school? Ja. Och, arme. Dat is wel lief hè, van die papa dat hij zo bezorgd is voor Hanna. Ja, maar ze is wel precies nog een beetje verdrietig, hoor. We zullen zien of de papa haar kan helpen. Ja. Oh, en was je dan verdrietig? Ja. En wat heb je dan gevoeld?
een beetje kriebels en traantjes. Kriebels en traantjes, heb je dan gehuild? Ja. Oh, maar ik weet zeker dat er iemand is die u heel goed heeft kunnen troosten. Wie dan? Janneke. Janneke, dat is uw beste vriendin, hè? Ja. Oh, en ik ben jouw beste vriendin. Ik zal jou ook troosten. Want het helpt heel hard als je met iemand over je verdriet kan praten. Ja, dat is misschien wel waar. En weet je wat we ook nog kunnen doen om het op te lossen? Nee. Dan gaan we een keer aan Naila vragen dat ze eens komt spelen en dan mag ze blijven slapen. Ja. Wat denk je daarvan? Dan is het allemaal ineens opgelost. En dan is en nog een beetje kriebelen, papa. Oh, dat is wel leuk. Je hebt wel een superlieve papa waar je goed mee kan praten, hè? Ja. Zeg, en wat doe jij als je papa niet in de buurt is? Dan ga ik naar mama of ga ik naar mijn poes of vertel ik alles aan Beer. Ah, je knuffel, Beer de Beer. En dan heb je altijd iemand in de buurt waartegen je kan praten. Ja. Ah, ja, ik snap het. Dag, Hanna. Dag, Kaatje. Dag, Victor. Dag! Oké, meneertje, ik zal jou eens goed kriebelen. Ja, maar Kaatje, kunnen we misschien eerst eventjes praten over mijn verdriet? Ah ja, natuurlijk, dat was ik vergeten. Leg u maar, meneertje. Oké. Zo. Hop. Liefste Victor. Waarom ben jij zo verdrietig? Ja, ik ben mijn potlood kwijt. En waarom hou jij zo van dat potlood? Weet je nog, Kaatje, toen wij naar de kermis zijn geweest, samen met Camille, en toen wij zo van die eendjes hebben gevangen? Ja, ja, vertel verder. Ah, wel ja, ik had toen echt heel veel eendjes gevangen, dus ik mocht een mooie prijs kiezen van de onderste rij. En toen kon ik kiezen tussen een roze beer of mijn blauwe potloodje. Ja, en dus heb ik gekozen voor mijn potloodje natuurlijk. Maar nu... Kaatje, ben je nu aan het snurken? Kaatje, jij snurkt! Net als Camille!